Ja, ik sta hier op een begraafplaats. En laatst kreeg ik een gesprek met iemand. En we hadden het erover van, hoe is het nou toch mogelijk dat er zoveel verschillende vormen van kijken naar de dood zijn. Kijken naar hoe een mens de laatste reis gaat maken. En daar zit nogal verschil in. De een heeft de voorkeur voor, er zijn verschillende voorkeuren. Nou is het zo van, als je je einde zodanig bekijkt, van dat je het in overeenstemming wil doen met hoe de Torah en onze Joodse geleerden zeggen hoe we het beste daarmee om kunnen gaan, dan kom je eigenlijk op een hele traditionele begrafenis. En toch zijn daar een aantal dingen bij die kanttekeningen hebben. Namelijk, heel praktisch, bijvoorbeeld, als je opgebaard wil worden, mogen mensen dan naar jouw gezicht kijken? Of juist niet? De Joodse traditie is dat je niet naar iemand gaat kijken die slaapt of die dood is. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik heb mezelf in het verleden, als ik op een afscheidsreceptie was, ik vond het altijd wel gênant om naar iemand te kijken die daar niet zelf voor kon kiezen om te reageren of hij dat wilde of niet. Dus dat iets, ik voelde me beschroomd, niet, ja, unheimisch, logisch natuurlijk. Aan de andere kant wil je ook gedag zeggen, hè? Van of iemand bedanken of het goede toewensen in het hiernamaals. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om dat niet te doen. Nee. Sommige dingen, geboorte en dood, zijn een mysterie. Je dient daar, vind ik persoonlijk, zorgvuldig mee om te gaan. Meestal is dat ook wel zo. Dan krijgt iemand een begrafenis of een crematie die in zijn eigen stijl ook van het leven is geweest. Van belang is ook om te kijken van, is dood het einde of is het een poort? Een mens kan een geboorte is eigenlijk ook een soort poort, waardoor je in een ander leven komt. Hè? Als baby zijnde kom je door de poort van je moeder heen. De poort in deze aarde. Hoe ervaart zo'n baby dat? Vaak toch als traumatisch. Zeker niet als prettig. Zo is het waarschijnlijk ook met de dood. Er zijn niet veel mensen teruggekomen van de dood. Maar wat mensen erover zeggen die daar profetische gaven over hebben of inzicht in de hogere werelden, is eigenlijk dat de ziel, het schouwende in jezelf, wat kijkt, niet met je ogen, maar datgene wat observeert, wat er is, datgene kan niet doodgaan. Het lijf wel, het lichaam, maar de ziel niet. Dus de ziel stapt als het ware in een andere auto, in een ander huis, in een ander leven. En hoe je hier leeft, heeft consequenties, heeft effecten. Consequenties klinkt weer zo moralistisch. Heeft effecten op de staat van zijn in het leven hierna. Dus daar gaat de komende lezing over. Gila Evers die gaat met ons kijken van, hoe kijkt het Jodendom tegen het leven na de dood aan? Wat is daar van belang van om over te zeggen, waar rekening mee te houden? Dus dat is al een hele interessante lezing, maar die bent erbij uitgenodigd ook. De link ga ik hieronder plaatsen. Het is woensdag 18 maart. Is het woensdag 18 maart? Nou, in ieder geval het is 18 maart. En je kunt je vragen stellen, je kunt je opmerkingen maken. Het wordt ook opgenomen, het zal ook later uitgezonden worden. Dus van harte uitgenodigd om te kijken van, hoe sta ik tegenover
sterven, tegenover het leven hierna, over begrafenis of crematie. Van, nou, kijk met ons mee op 18 maart.